De directie bij het directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland, DOASB, met name directeur Joray Sapoki en onderdirecteur Gemeenschapsontwikkeling Serijf Petrus, zijn ontheven. Dit bevestigde minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport vandaag voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. Er loopt een onderzoek naar de beschuldigingen die de vrouwen tegenover elkaar hebben geuit in een spraakbericht dat viraal is gegaan op verschillende sociale media platformen. Op dit moment zijn ze dus buiten functie gesteld, omdat we dus een commissie hebben die zo'n beetje bezig is met een onderzoek op het directoraat. De minister vertelde tijdens de eerste regeringspersconferentie dat er ook een kladonderzoek loopt op het departement. De onderdirecteur is van diefstal beschuldigd door Pocky, die daarover aangifte zou hebben gedaan tegen Petrus. De minister keurt opnieuw het gedrag van de twee vrouwen af en zei dat er gepaste maatregelen getroffen zullen worden.